Hey jongens, ik ben Alice, de YouTube-mans. En welkom bij weer een nieuwe vertellersvideo. De rubriek waarin ik jullie struggles, dilemma's, problemen bespreek en probeer jullie advies te geven. Als allereerst, gelukkig nieuwjaar. Ik hoop dat jullie feestdagen fantastisch waren. En daarna gaan we gewoon gelijk aan de slag met jullie problemen bespreken. Want dat is wat ik doe in deze serie. Oké, let's go. Er is een meisje en die heeft mij verteld dat ze heel erg faalangst heeft. Ze vindt het bijvoorbeeld eng om presentaties te doen en ze is gepest sinds groep 3. Ze zit nu in de derde en ze is nog steeds super onzeker doordat ze vroeger gepest is. Faalangst is sowieso iets waar je mee geholpen kan worden. Ik zou informeren bij een leraar of bij een moeder of even zoeken op internet natuurlijk. Of je misschien je kan aanmelden voor een faalangsttraining. Meestal doen ze dat ook op de middelbare school. Dan kun je daar gewoon toe krijgen, hoe zeg je dat? Dat is gewoon een probleem, dat moet gewoon verholpen worden. Als jij een beetje zenuwachtig bent voor presentaties, dat is niet zo gek. Ik denk dat bijna niemand het echt leuk vindt om schoolpresentaties te houden. De ene heeft er meer moeite mee dan de ander. En dat is logisch, maar echt er gewoon fucking bang voor zijn, dat is echt vervelend. Ik denk dat die zenuwen je misschien ook zodanig in de weg gaan staan dat je dan je presentatie verneukt. Moet je ook niet hebben. Dus als ik jou was, zou ik echt op zoek gaan naar een faalangsttraining en misschien even van tevoren al zoeken naar tips tegen faalangst. Heel veel succes en ik hoop dat je zo snel mogelijk van je faalangst af bent. Ik weet niet of faalangst ooit helemaal weggaat, maar het zou in ieder geval chill zijn als het wat minder werd. Er is een meisje en die zei: ten allereerste wil ik zeggen dat je een van mijn allerlievelings YouTubers bent. Dankjewel. Het is sinds kort een YouTube kanaal begonnen en ze krijgt heel veel vervelende haatreacties omdat de jongens op school het hebben ontdekt. Ze is al een paar keer nageroepen. Ze vindt het heel vervelend. En ze vroeg tips hoe ze ermee om moet gaan of om het te laten stoppen. Dit is dus precies de reden waarom ik vroeger op de middelbare school geen YouTube kanaal durfde te starten. Jij hebt in ieder geval de ballen gehad om het wel te doen. Toen ik 14 was had ik dat lef echt niet. Luister, er gaan altijd mensen zijn die er raar over doen. Believe me. Ik krijg nog steeds wel eens opmerkingen dat ik denk: kun je alsjeblieft je bek houden? Daar zul je nooit van afkomen. Je moet gewoon lekker blijven doen wat je aan het doen bent. En als ze wat tegen je zeggen, moet je het A, negeren. B, een hele goede comeback maken. Of C, dat is eigenlijk ook een goede comeback, maar gewoon zeggen: hou je bek, ik vind dit leuk, bemoei je er niet mee. Als je het kut vindt, kijk je er gewoon niet naar. Misschien moet je het iets netter zeggen dan ik, maar ik bedoel maar. Zeker niet stoppen omdat een ander doet alsof het raar is. Zeg meer over hun dan over jou. Jij moet gewoon lekker doorgaan. Er is een meisje, die heeft al een tijdje een vriendje. Nu wil ze verder gaan in de relatie, maar ze durft niet zo goed. Met verder gaan bedoel jij denk ik seksuele handelingen verrichten. Goh, Alice, wat zeg je dat netjes? Ik denk als je het echt heel eng vindt, dat je er misschien nog niet klaar voor bent. Je moet niet van tevoren gaan afspreken van: yo pik, ik ga morgen dit en dit met jou doen. Nee. Dat moet je dus niet doen. Maar ik denk, als het moment daar is, dan gebeurt het gewoon. Dan hoef je niet meer zenuwachtig te zijn, want het gaat gewoon geleidelijk. Mocht dat moment nou wel aanbreken en hij wil wel dingen doen en jij wil dat niet, dan moet je gewoon nee kunnen zeggen. Doet hij dan lullig, dan is hij een lul. En dan moet je zeggen: bye bye. Als het moment daar is, dan merk je dat vanzelf en dan komt het allemaal goed. Hierbij kan ik een heel goed bruggetje maken. Anticonceptie, jongens, is heel belangrijk. Want je wil niet in één keer een kind in je buik hebben, ongewenst. Ik heb laatst met Brit Scholten op het kanaal van Sense een video gemaakt over anticonceptie. Ik ga jullie hier een stukje laten zien. Als je een sekspartner zijn penis uit je vagina of anus trekt. Ik vind dat gewoon heel awkward hoe ze dat. Oké, condoom gescheurd. Wat nu? Als het condoom kapot gaat of afglijdt, is er geen reden om in paniek te raken. Was je penis niet met agressieve middelen zoals Dettol, chloor of alcohol, hiermee beschadig je het. Waarom zou je wassen met alcohol? Zoals je zag wisten wij er ook niet alles van, maar we hebben heel veel geleerd. Wil jij deze video nou zien, dan kun je op de bovenste link in de beschrijving klikken en dan ga je naar de video op sense.info. En geloof me nou, dit is een hele leerzame video, jullie moeten echt kijken. Jullie kunnen mij ook volgen op allerlei social media. Het staat nu in beeld. Hebben jullie nou nog dilemma's waar jullie advies voor willen? Wees dan niet bang. Jullie kunnen me altijd een mailtje sturen op dit adres. En naar het Ask FM adres kunnen jullie ook anoniem berichtjes sturen. En dan zeg ik voor nu, doei!